En een West-Vlaamse uit Izegem won de publieksprijs. Lisa Janssen, een goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je won de publieksprijs als grootste verzamelaarster, of hoe moet ik dat dan noemen? De grootste verzamelaar van alle categorieën. En ik ga gewoon met mijn Donald Duck collectie. Donald Duck, dat verzamel jij, hè? Ja, dat klopt. Alle boeken en strips, en ik heb ook een grote verzameling van poppetjes, figuurtjes en andere spullen die met Donald Duck te maken hebben. Waarom Donald Duck? Wat boeit jou in dat wezentje? Mijn vader is in 1997 begonnen met de stripboeken te kopen. En ja, sinds dat ik klein ben, lees ik dat al. En ik vind dat nog altijd leuk, dat blijft me boeien. Ja, ik vind het zodanig interessant dat ik blijf zoeken naar nieuwe spullen voor mijn collectie toe te voegen. Ja, hoeveel heb je ervan? Ik heb op het moment iets meer dan 4200 stripboeken. En de poppetjes en figuurtjes, die hou ik niet bij. Daar staat er gewoon bij. Dat is voor de aankleding. Je geeft er ook veel geld aan uit, denk ik dan. Ik vind dat dan ook meer dan voor zo'n handige verzameling. Kan je daar een getal op kleven? Zo koop je dagelijks iets of valt het nog mee? Bijna dagelijks toch wel. Ik heb op het moment ongeveer €4000 eraan uitgegeven. En voor de hoeveelheid dat ik heb, vind ik dat dan ook aardig meevalt. En je bent dan constant op zoek naar spullen? Ja, op internet, tweedehands sites, op de Katawiki verzamelaarsite. Kijk, er zijn mensen die aanbieden op de veilingen, rommelmarkten. Die Katawiki, dat is die grote verzamelsite die ook die awards uitgereikt heeft. Ja, dat klopt. En dan hebben ze wekelijks veilingen ook van stripboeken en van stripfiguren. En daar kijk ik dan elke week naar. En er zijn ook een heleboel mensen die Donald Duck items verkopen. En daar zoek ik dan ook naar. Als mensen bij jou thuis komen in Izegem, komen ze dan meteen in een soort van Disneyland terecht? Nee, ik heb er bewust voor gekozen om het op één kamer te houden. Want uiteindelijk is het mijn verzameling en niet die van mijn vriend. En als ik het hele huis zou bombarderen met Donald Duck spullen, ja, ik vind dat niet netjes, dus het staat in één kamer. Ja, maar wat zegt hij daarvan, die vriend? Ja, die vindt dat ook wel leuk. In principe geeft hij niet zoveel om Donald Duck, maar stiekem begint hij er toch heel veel van te gaan. Die weet ook heel goed van mijn specialere boeken uit welk jaar dat die komen. Of wie die gesigneerd hebben en zo. En dat begint hij toch allemaal al te kennen. Stiekem misschien ook aan het meezoeken, denk ik, hè? Ja, misschien toch wel. Ja. Nu, wat betekent die award nu voor je? Heel veel. Ik hoopte echt dat ik ging winnen, maar er waren er 22 genomineerd. Dus de kans was vrij klein. Maar ik vind het een hele eer dat ik gewonnen heb. Want het is wel een verzameling waar ik elke dag tijd in steek en ik verzamel het maar liefde. Dus om dan die titel te winnen, dat is toch wel een hele eer. Naar wat ben je nog op zoek? Ja, eigenlijk alles wat met Donald Duck te maken heeft, ik vind het allemaal fantastisch. Zolang dat figuurtje erin voorkomt, dan ben ik al tevreden. Zeg, je klinkt niet als West-Vlaamse, hè? Dat had ik nu ook al door. Ik ben van Nederland. Maar je woont al lang in Izegem? 4 jaar. Oké. Okay. Super, ja, Donald Duck verzameling en daar meteen een award voor winnen. Ik wist niet dat ze daar zelfs een award voor uitreikte, maar goed, dan ben jij voor 1 jaar ja, de grootste verzamelaars erbij. Hè? Ja. Succes nog met jouw verzameling en hopelijk ja, krijg je nog veel leuke stukken binnen over Donald Duck. Dankjewel. Oké, okay, Lisa, dankjewel. Salut. Doei. Dag.